je net gebeld? Ja. Weet je nog, voor die haakogen heet ze geloof ik, voor aan de kastje. Ja, in dat doosje, de hele collectie. Oh, super. Ik heb thuis een kastje wat ik graag aan de muur wil ophangen. En ik heb Renier gebeld net of hij hier was, want hij vertelde mij dat hij van die haakjes had om dat kastje op te kunnen hangen. Ik ben Renier Slichting van het Repaircafé hier op het hoekje. En we zijn aan het randje van wat er nog van het dorp, oude dorp Sloterdijk, over is. En ik sta nu op de voormalige spoorbaan van Amsterdam naar Haarlem. Wat is een Repaircafé? Dat is, althans hoort het te zijn, een plek waar je samen met een reparateur je kapotte dingen repareert. Komen mensen binnen en dan ga je samen aan een tafel zitten. En dan ga je horen wat er mee aan de hand is. En dan haal je hem samen uit elkaar. En je repareert wat gerepareerd moet worden. Dat is nu even anders tijdens corona. Nu is het afgeven aan de deur. Dan maken wij het. En dan bellen we op als het klaar is en dan kan je het erop komen halen. Maar het, zo is het eigenlijk niet bedoeld en opgezet. Maar dat doen we nu maar, anders kunnen we niks doen. Nou, ik heb hem aan de stroom gehangen. En dan gaan we kijken of dat schoonmaken van dat filter geholpen heeft. Kijk, ja. Het loopt allemaal keurig door. Ja, dus het stroomt ook, dus het is ook al heet. Is hij al heet? Nou ja, ik zag stroom er vanaf komen. Ja, het is heet, ja. In de Kolenkit, daar is dit Repaircafé begonnen. Daar zaten we onder de snelweg in die kas. Daar werkten we samen met mensen die daar dingen verkochten. In de kas, kleren en dergelijke dingen voor heel weinig geld. Ik heb daar ook heel goed geleerd hoe arm de buurt is. Hoe weinig ze kunnen betalen voor die kleren. Er zijn echt mensen bij die hebben gewoon 30 cent op zak. En die kunnen dus ook geen 40 cent betalen voor een t-shirtje. Dat heb ik daar allemaal gezien. En we zaten daar op vrijdagmiddag. En in de winter was het koud in die kas. En iemand had over de tafeltjes heen een deken heen gelegd. Dus als je aan dat tafeltje zat, dan kon je die deken over je knieën trekken. Had je het nog een beetje warm. En op een gegeven moment zat ik daar met die twee Turkse vrouwen die daar dingen verkochten. En ik zei tegen hun, ik maakte een grapje. Ik zei, zit ik toch... Oh, wacht even, ik kan het ding best even afdoen. Zit ik toch met twee moslimvrouwen onder één deken? En toen zei zij, jij bent een broer. Nou, dat kwam binnen. Ik was echt... Ik krijg nog tranen van in mijn ogen. Dat was ja, mijn mooiste moment in de Kolenkit. En deze machine is ook een gevolg van de Kolenkit, de slijpmachine. Want ik ben daar begonnen met slijpen, maar dat deed ik gewoon met de losse stenen. Daar wrijf je dan dat mes overheen. Maar toen kwamen de slagers die daar in de buurt wonen met zulke bossen messen. Ja, dat was met losse stenen niet meer te doen. Dus toen heb ik deze machine gekocht waar je erg fijn mee kan slijpen. Die ook geen vonken geeft en niet spat. Dus ook geen gevaar is voor de omgeving. Ja, sindsdien slijp ik. Als je een heel goed mes hebt, slijp je het onder zo'n hoek. Als je dit onder zo'n hoek slijpt en je gaat ermee snijden, ligt het meteen aan rafels. Dus dit doe je wat botter. Dit doe je onder 45 graden. Nou, dan ga ik voelen of het een beetje scherp is al. Dat doe je met je nagels. En als je wat nagel achterlaat op het mes, dan is die scherp. En als die wat bot is, niet. Nou, hij is scherp. Of het goed is. En dan kijken we of die snee in het papier of die mooi glad is.
Dus die is klaar. Ik heb een oplaadbare boormachine gebracht, een DeWalt. En die laden niet meer op. Die heeft twee accu's en beide accu's laden niet meer op. Ik had zelf al oplaadbare batterijen gekocht uit een ver land. Maar ik ben niet zo goed in solderen. Toen dacht ik, ach, misschien kan Renier met zijn ervaring het beter doen dan ik. Tegenwoordig wordt te veel te makkelijk weggegooid. Het is veel leuker om zelf te kijken of je het kan maken. Als het een printplaatje is, is het te moeilijk. Kun je niet maken. Dat is zo specifiek. Maar verder kun je eigenlijk bijna alles maken. Stofzuigers maakte ik vroeger al. Als ik een oude stofzuiger zag bij Profuil, nam ik hem mee. En vaak was het gewoon even een koolborsteltje wat los zat of een draadje wat los zat en kun je het zelf maken. Het is toch ook de kunst om het zelf te doen. En af en toe is het te moeilijk en dan ga je kijken of iemand anders het kan. Wat je moet doen is, als je hem open wil krijgen, dan ga je op YouTube zoeken. Maar dan moet je niet zoeken op reparatie, maar op disassembly, oftewel demontage. En dan krijg je echt een filmpje waarop je ziet hoe die uit elkaar moet. Zit daar nog een schroef? Velapparaten, die kunnen gewoon niet uit elkaar gehaald worden. Die zijn in elkaar gelijmd of geklikt, dus je kan niet bij de motor komen of je kan niet bij de schakelaar komen. Of je kan niet bij de koolborstels komen. Ik heb het daar vreselijk moeilijk mee. Ik kan er echt af en toe niet van slapen. Want dan krijg ik iets niet uit elkaar. En daar heb ik dan echt gloeiende pest in. En dat is iets waar wel steeds meer verzet tegenkomt. De repaircafés zijn een stukje van dat verzet. Maar er staan ook andere groepen op. Dus ik hoop dat we snel kunnen komen tot een, in het begin dan, vrijwillig label. Dat kan gerepareerd worden. En dan moet er dus ook een fatsoenlijke tekening bij het apparaat zitten. En instructies of op het net te vinden. En er moeten onderdelen verkrijgbaar zijn. Er is een wereldwijde club van reparateurs, iFixit. En die leveren dan ook gereedschap en onderdelen voor dingen die niet gerepareerd kunnen worden. Zoals Apple, waar veel niet uit elkaar kan, maar er zijn altijd mensen die het toch uit elkaar kunnen krijgen. En die zijn niet te beroerd om hun kennis te delen. Dus die maken YouTube-filmpjes, die brengen gereedschapsetjes uit. Dus wat maar enigszins gerepareerd kan worden, daar zijn mensen voor te vinden die dat geprobeerd hebben en uitleggen hoe het gaat. Mensen vragen ons vaak vooraf van wat kost dat nou, die reparatie? Nou, bij een repaircafé wordt geen arbeidsloon gerekend. Want wij doen dat juist om het recht op reparatie te vestigen. Laten zien van, kom op, laat dingen repareren, smijt het niet weg. Nou ja, als het dan gedaan is, dan vragen we mensen om een fooitje te geven. We hebben een fooiepot en dat verschilt heel erg. Sommigen gooien er een euro in. En we hadden gisteren een meneer die was zo dolblij dat zijn lamp gerepareerd was, dat hij 20 euro gaf. Daar keek ik wel van op hoor. Dat maken we niet vaak mee. Fotootje maar. Dan weet ik straks weer hoe het in elkaar moet.